vrijdag 25 november en vandaag was Bijbezin aanwezig in het gerechtshof Arnhem in Arnhem. Dus het Hof Arnhem-Leeuwarden. En hij is in gesprek gegaan met het adviescollege levenslange gestraften. En ik heb begrepen van, dat het een goed gesprek is geweest. En het adviescollege is eind januari klaar met hun advies aan minister Weerwind. En ja, die gaat dan beslissen of Hoessein verlof krijgt of eventueel kans maakt op definitieve vrijlating. Frank Weerwind, Sajan Detail, die is ook betrokken bij mijn dossier. En in mijn dossier heeft hij gelogen, de minister. Ja, dat is best wel apart. Nou, ik hoop natuurlijk het beste voor Hoessein Bijbezin. En dit was gewoon even een korte update van wat er vandaag is gebeurd in Arnhem. Tot ziens. Nou, dit is dus het adviescollege levenslang gestrafte. En dit is Rieke Samson. En zij is de voorzitter. Maar vandaag was dus de zitting bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. En dat is best wel apart eigenlijk. Want op de website van het adviescollege staat dat mevrouw Samson Geerlings als nevenfunctie heeft raadsheer plaatsvervanger bij het gerechtshof te Den Haag. Maar ook bij het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden, waar vandaag de zitting was. En waar zij met Hoessein Bijbezin sprak. Dat is best wel apart, toch? Dat is belangenverstrengeling. En Rieke was ooit procureur-generaal in een hele belangrijke periode. Toen werkte ze op de Prins Klauslaan 16. Nog even een kleine toelichting. Hoessein was dus vandaag in gesprek onder andere met Rieke Samson, een oude procureur-generaal. Maar voorafgaand heeft hij ook in het Pieter Baan Centrum gezeten. En daar is hij zijn er uitvoerige gesprekken met hem gevoerd. En men heeft ook een gesprek gevoerd met zijn advocaten en personeel van inrichtingen. En ja, daaruit volgde gewoon dat men had allemaal positieve verhalen. Ik ken Hoessein zelf ook van binnen. Ik heb hem ooit zelfs ingesloten in het gevangenisziekenhuis. En die man, dat is een modelgedetineerde. Als je in het systeem hebt gewerkt, dan praat je er ook wel eens over van, daar kun je er 1000 van hebben. Want er zijn nooit problemen. Maar ja, ik ben ook het voorbeeld van, er wordt gerommeld met rapportages. En rond Hoessein hebben ze ook constant lopen rommelen met rapportages. Nu schijnt het de positieve kant op te gaan. Ik hoop het maar. En niet om steeds de hoofdrol of het licht op mij te vestigen. Maar ik ben wel toevallig een van... Ik ben zijn activiste ben ik geworden. En dat ben ik al heel lang. Ik kwam uit het systeem en ik heb Hoessein ontmoet en ik heb gezien wat ze met hem gedaan hebben. En nou ja, ik hoop dus vandaag dat het nu een positieve wending krijgt. En er zullen heel veel mensen niet blij zijn als hij vrijkomt. En één land met name ook niet, Turkije natuurlijk. Maar laten we niet te ver vooruit kijken. Ik hoop het beste voor hem. En dat hij vrij mag komen en dat hij zijn kleinkind in handen mag nemen. Want, en zijn kinderen, gewoon dat hij naar buiten mag. Het heeft lang genoeg geduurd. Hij heeft onschuldig vastgezeten, al die jaren lang. Verknipt bewijs. Hij is erin geluisterd door hele hoge justitieambtenaren. Ja, en iedereen. En heel veel gevangenisdirecteuren, oud-gevangenisdirecteuren, zijn ook overtuigd van zijn onschuld. Onder andere Jacques van Huet, Frans Douw, Bart Molenkamp en Jos Poelman. Dus een levenslang gestrafte die gesteund wordt door mensen uit het systeem. Hij heeft zelfs bij Bart Molenkamp in de EBI gezeten. En Bart is overtuigd van de onschuld van Bijbezin. Bart wil dat de zaak heropend wordt. Dus Bijbezin moet niet alleen vrijgelaten worden, maar alles wat er gebeurd is rondom Hoessein, dat moet eens nader onderzocht worden. Maar dan niet door een zogenaamde onafhankelijke commissie van justitie. Of door Henke Corvinus. Nee, natuurlijk niet. Maar door experts uit het werkveld. Laat ons dat onderzoek maar doen. Ik wil het graag doen samen met de oud-gevangenisdirecteuren. Fijn weekend. Free Bijbezin. Laat Bijbezin vrij. Op 9 oktober 2018 was ik met de gevangenisdirecteuren in de Tweede Kamer. Hier zie je Bart Molenkamp. Hij heeft Hoessein in de EBI gehad. Luister naar wat Bart zei in oktober 2018 in de koffieruimte van de Tweede Kamer.
Hallo, Bart Molenkamp, voormalig directeur van de EWI in Vught. Ik heb begrepen dat je zojuist met Voort van Oost hebt gesproken, VVD-Kamerlid. Nou, ik sprak ze een groot woord. Maar de kwestie gaat natuurlijk over de integriteit van de rechtsstaat. En daar hadden wij na 1945 heel duidelijk oordeel over. Van wie nou medeplichtig was in de periode of niet. Nou, ik meen dat door het verzaken van de rechtsstaat, als er mensen onterecht in de gevangenis zitten, de Kamerleden weten dat en doen er niets aan, zijn ze medeplichtig. En dat moeten ze heel goed beseffen. En dan kan ze ooit wel eens duur te staan komen als ze later hun naam laten in een boek vinden. Dus ik heb Voort, de heer Voort, dat is een Tweede Kamerlid, Voort van Oost, elkaar geven dat hij vanaf dit moment medeplichtig is. Dankjewel. De petitie is onder andere uitgereikt aan Voort van Oosten, VVD'er. Ik heb er ook bij gestaan toen dat gebeurde. En Bart zegt dus, ter verduidelijking. Als jij op de hoogte bent als Kamerlid van wat bijbezin is overkomen en je doet er iets aan, dan ben je medeplichtig. En ja, de politiek heeft er altijd van geweten. De petitie is ook aangeboden aan de Tweede Kamer, de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Ik heb daar foto's en filmpjes van gemaakt. Ik was daar aanwezig. Die dag werd Esther Ouwehand fractievoorzitter van de PVDD, omdat Tieme toen uitviel. Maar dit terzijde. Bart Molenkamp. Onthoud zijn naam. Hij wil dat de zaak bij bezin heropend wordt.